Direct naast het natuurgebied Ooijewansum liggen gronden van een sierteler. Ook hij helpt mee met water vasthouden. Hier wordt door de Has Hogeschool onderzoek gedaan naar een gezonde bodem. Hallo! Hoi, Menno. Jullie van de Mochtel, hi. Hallo, hoi, goed je te zien. Ja. Menno, hallo. Pieter, hallo, Menno. Nou, bedankt Pieter dat we hier op je terrein mogen rondbanjeren. Oh ja, ik zie hier heel veel blauwe bordjes. Nou. Die blauwe bordjes staan voor de behandelingen die wij gedaan hebben in het perceel. Even daarheen? Ja, is dat, ja. En wat is dan de uitdaging hier? Hoe zorgen we ervoor dat een probleem zoals het bergen van water, dat we dat bergingssysteem ook weer optimaal krijgen? En dan... Dus het gaat jullie om de bodem, de kwaliteit van de bodem en het vasthouden van water? Ja, maar ook tegelijkertijd het beschikbaar stellen van water en nutriënten weer voor die plant. Ik zie hier nu mulgen. Ja. En wat is dat? Oudere bladeren die van de boom vallen. Wat doe je daar dan mee? Dus die beginnen te verteren. Ja. En dat verteerde materiaal brengen wij op. En dat werken we gedeeltelijk in de bodem. Want het bodemleven gaat dan aan de slag om dat verder te verteren. Als het nou keihard regent, hoe zorgen jullie er hier nou voor dat het water hier meer wordt vastgehouden en minder snel afspoelt? Nou ja, dat is dus de rol van organisch stof. Dus het organisch materiaal in die bodem, die zorgt ervoor dat er meer poriën en meer, dat meer vastgehouden kan worden dan wanneer een bodem niet dat organisch materiaal heeft. Dus met meer organisch stof in de bodem, bladmateriaal, takjes, dingetjes, wordt het water beter vastgehouden. Wordt het water, dat zuigt een beetje op of zo? Ja, of dat, er ontstaan poriën, maar er ontstaat ook meer zuurstof in de bodem. Dus je bodemleven gaat actiever worden en je krijgt veel meer porievorming waar ook weer water in opgeslagen kan worden. Nu ben jij een gangbare teler, hè? Je bent geen biologisch, maar wel helemaal bezig met die bodem en met de gezondheid van die bodem, hoe dat werkt. Waarom is dat? Wij gaan uit van de kracht van de plant. Dan kun je misschien wel even een schep pakken. Dan steken we de plant uit. Dan... Een ui-achtig iets? Eigenlijk is het een ui, ja, maar sierui. Heel droog alweer. Kijk, in deze delen we. En waaraan kun je nou zien dat dit nou zo gezond is met behulp van die natuurlijke processen? Ja, je ziet dat dit een hele zachte wortel is. Als hij niet gezond is, zeg maar, dan is die wortel veel harder. Ja. Dat kan je meteen zien. Mooie vertakkingen zitten erin. Zeg maar, jouw boerenverstand zegt je al dat het werkt? Ziet het gewoon al, ja. Ja, echt uiig, hè? Het familiebedrijf gebruikt geen kunstmest of pesticiden. Insecten uit de omgeving kunnen hier ongestoord rondvliegen om voedsel te vinden en worden niet bestreden. Je moet kijken hoe groot is de draagkracht van je grond. Dus veel meer kijken naar de natuur en naar de natuurlijke processen in de bodem. Ja, en daar keken we vroeger eigenlijk nooit naar, hè? Nee. Vroeger hadden we chemicaliën en mest. Dus, en nu ga je echt zeggen, ik ga eens even in die bodem kijken. Als dat in de, zeg maar, de voedselindustrie dan zo lastig is, waarom kan dat dan wel in sierteelt en bloemen? Het oogsten van dit soort gewassen wordt meer en beter betaald dan wanneer het in de voedselproductie zit. Ja, ja. Wij betalen meer voor een bos bloemen dan voor een kilo aardappelen. Ja, ja, daar gaat het eigenlijk wel om. Raar, hè? Inderdaad, als je daarover na gaat denken, is dat heel erg apart, ja. Dat klopt. Ja, inderdaad. We komen hele sierlijke boeketten. Nou, je betaalt zo €25. Ja. En tegenwoordig natuurlijk allemaal de twee bloemetjes hier, allemaal heel sierlijk. En inderdaad, voor je eten staan we al te twijfelen als we €1,5 te veel betalen. Ja. Dat is jammer. En zodra als we daar anders over gaan denken, dan zie je in de voedselproductie ook veel meer creativiteit.